ben Savannah en welkom in mijn Fashionland. Kom maar mee! Savannah deed mee aan het Junior Song Festival en brengt nu de ene na de andere single uit. En ze acteert ook. Ze had een rolletje in de film Razend. Hoogtepunt uit haar carrière is dat ze de nummer 1 positie in de Kids Top 20 overnam van Main Street. Met haar single I Love To. Dit is mijn kleedkamerkast en ik zal jullie wel een paar dingetjes laten zien. Dit is een gele t-shirt, die heb ik gedragen tijdens de clip van I Love To. Het is echt wel een van mijn favoriete crop tops. Deze draag ik dan in de zomer. Met stippeltjes, paars, roze, rood. Ik hou wel van basisdingen omdat ik dat heel goed kan combineren met een hele mooie grote statementketting. En dan is het gelijk een beetje ja, glamorous. Mijn kledingstijl is kleurrijk, klassiek en girly. En ik combineer het graag met basisdingen. Ik ben heel erg fan van rokjes. En ik heb het liefst grappige rokjes. Vooral ook wel kleurrijk. Ja, ik vind dit rokje wel heel bijzonder. Want toen ik hem zag, dacht ik echt, die moet ik echt hebben. Want ja, hij is gravity, hij is kleurrijk. En ja, dat past helemaal bij mij. Bloemetjes, ruitjes. Omdat het ook heel erg in is, ruitjes. En dat maakt het ook gelijk een beetje wat Engels-achtig. Ik ben iemand die graag verandert van persoonlijkheid. Dus daarom heb ik zoveel kleding. Omdat ik zangeres ben natuurlijk. Moet ik heel veel veranderen en ik heb natuurlijk heel veel videoclips en fotoshoots. En ja, dan kan je niet elke keer in dezelfde t-shirt of in de broek staan, want dat is natuurlijk ook zij. Ik heb ook een hele grote collectie aan badjassen. Deze is mijn favorietste badjas, omdat die ja, zo girly is, lekker roze, lekker fel. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Deze is echt het zachtst. Ik ben de tel kwijt. Hoeveel is deze? Volgens mij de 6e. Ja, en dit is de laatste. En toen dacht ik echt van, kappen nu. Dit is gewoon verslaving aan badjassen. Eén keer in het jaar doe ik een hele grote opruimbeurt in mijn kasten en in mijn rekken. En dan kijk ik, wat trek ik nu meer aan en zet het op marktplaats. En meestal wordt het dan ook wel verkocht. En als het niet verkocht wordt, dan stuur ik het naar een plaats waar het herbruikt wordt. Ik draag tot nu toe geen tweedehands kleding, maar ik heb wel tweedehands haarklipjes van mijn oma. Heel mooi met glittertjes. Nou, dit was mijn closet tour. Ik hoop dat je het leuk vond en ja, misschien tot de volgende keer.